Op de Pastoor Klerkstraat in Zijtaart is zaterdagavond een ongeval gebeurd. Een auto is op zijn kop beland. De bestuurder is zelf uit de auto gekomen en is daarbij niet gewond geraakt. De vrouw daarentegen is door de politie en het ambulancepersoneel uit de auto gehaald. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.